Ja, we zijn bijeen voor het symposium Plannen van aanpak voor de aardappelsector. We zijn hier met de hele keten uit de aardappelsector bijeen. Veredelaars, telers, handelaren, verwerkers en iedereen daaromheen. Overheden, onderzoekers, om te praten over een aantal ziekten en plagen in de aardappelsector en hoe we die samen het beste kunnen beheersen. We hebben het in totaal over 5 ziekten in de aardappelsector. Daarvan zijn er meerdere nog in onderzoek en van 2 daarvan presenteren we ook een brochure met praktische tips voor de praktijk. Daar gaat het om melodogynee en om aardappelmoeheid. Er is steeds meer kennis, maar des te meer kennis dat je hebt, des te beter dat je erachter komt hoeveel kennis dat je nog niet hebt. En dat is ook heel duidelijk wel zo in het fenomeen aardappelmoeheid. De boodschap is van alert, wees de monsternamen, weten waar je staat. En dat is een hele belangrijke boodschap, denk ik. Nou, we hebben geprobeerd om wel helderheid te scheppen in met name stemmenaaltjes problematiek. En het is gebleken ook uit het meest recente onderzoek dat dat nog steeds best lastig is. Dus preventie, inunderen en populaties verzamelen, zodat we daar op termijn hopelijk een stukje verder mee komen. Het is zeker een speciale dag. Het is voor mij persoonlijk een mooie afsluiting eigenlijk van bijna 30 jaar Shit Woody. In het begin van mijn bestuurscarrière ben ik eigenlijk begonnen met de eerste aantasting in de Wieringermeer. En vandaag presenteren we een paar oplossingen die op het gebied van beleid, maar ook op bedrijfsvoering eigenlijk gewoon handvaten geven om mee verder te kunnen. Wat mij opgevallen is dat eigenlijk al die mensen die hier aan meegedaan hebben, eigenlijk allemaal met elkaar proberen om alles op een hoger plan te brengen. Dus eigenlijk willen ze een probleem oplossen. Ze hebben natuurlijk het probleem heel, heel duidelijk in beeld. Ze willen graag een probleem oplossen. En daar hebben ze eigenlijk heel constructief met elkaar aan gewerkt. Ik denk dat het een mijlpaal is dat we in feite weer 2 brochures weer helemaal geüpdate hebben. En dat eigenlijk de praktijk daar weer mee uit de voeten kan. We zijn heel trots op de 2 mooie brochures die er zijn, op papier en uiteraard ook digitaal. Waarmee telers echt komende jaren aan de slag kunnen, alle praktische kennis bijeen voor op de keukentafel om van te leren en mee aan de slag te gaan.